Mijn persoonlijke favoriet in de tentoonstelling is een schilderij van Ferdinand Robin. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nog nooit van hem had gehoord, voor ik me in de materie van de tentoonstelling ging verdiepen. Hij heeft een portret gemaakt van zijn vriend Antoine Guillemet, die ook weer bevriend was met Manet. Dus ze zaten echt in zo'n kunstenaarskringen in Parijs. En hij heeft zijn vriend verbeeld met een enorme kraag, die een heel eigen leven lijkt te leiden. En dat is iets wat heel veel van die moderne kunstenaars deden. Er kwam een enorme kragenraasje op gang. Dus ze gingen zichzelf verbeelden of vrienden van hen, maar in ieder geval die intieme cirkel met allemaal kraag. En ze hielden zelfs verkleedpartijen onder elkaar om dat zo goed mogelijk te doen.